Een hele goede morgen. Welkom bij Nieuwe Ups & Down. Het is bijna middag, het is al 11:45. Ik ben ook helemaal vergeten de vlog te openen. Want ik ben heel de dag, ja, voor mij lijkt het al een dag, ja, inderdaad. Ik ben de hele ochtend bezig geweest met opruimen. En het lijkt nog steeds alsof er hier een bom ontploft is. Het is nog steeds alsof er hier een bom ontploft is. Wat heb ik nou gedaan? Ja, heel veel. Maar het lijkt niks. Ik heb wel eten gekookt voor vanavond. We eten pilaf. Dat is met perziken. En ik heb voor Sam heb ik ook al eten gemaakt. Het is nu aan het afkoelen. De vaatwasser staat alweer aan. Sam die ligt alweer te slapen. Heeft zijn fles alweer gehad. Deze twee doerakken die zijn hun krentenbolletje aan het eten. Zoals altijd doe ik bij Jord iedere keer een stukje neerleggen. Kijk, 1, 2. Iedere keer als ik iets opruimde, dan deed Liam weer alles overhoop. Dus ja, daarom ziet het er zo hier uit. En ik ben de hele tijd aan het opruimen hier. En het, ja, het is gewoon één grote bende hier. Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Ja, ik ben aan het opruimen, maar ik weet het niet meer. Ik heb wel het cadeautje voor mijn oma al klaargemaakt. Mijn oma is vandaag jarig. Die wordt 85. Oud. Ouder dan oud. Maar daar gaan we morgen heen, want Niels is vandaag natuurlijk gewoon werken. En als we daar dan heen moeten, dan zijn we daar pas tegen 7 uur, hooguit, 6:30. Dus wij kunnen beter gewoon morgen na het slaapje van de kindjes, kunnen we beter daarheen gaan. Het is een stukje rijden, dus ja. Mijn familie woont namelijk niet hier langs de deur. Familie van Niels ook niet, maar mijn familie ook niet. Dus we moeten een uurtje rijden voordat we er zijn. En dan kunnen we het beter zo doen. Dus dat gaan we morgen doen. Maar vandaag ja, ga ik eigenlijk gewoon helemaal geen ene doen. Ik doe mijn huishouden, maar ik ga niet ergens heen of zo. Ik wil gewoon mijn huis een keer opgeruimd hebben. En dat lukt me gewoon niet. Dus ik blijf gewoon vandaag de hele dag een beetje rommelen en een beetje doen. En ik kijk wel waar het schip strandt. En dan straks als Niels thuis is, dan is hij papa. En dan ben ik gewoon de huishoudster. Ik was even aan het eten. Jordi is nog steeds wakker. En iedere keer als ik niet reageer. Wat? Wat? Mette. Als ik nou wegloop of niet reageer, dan gaat hij zitten zeuren. En zul je natuurlijk altijd zien dat dat niet gebeurt op het moment dat je het gaat filmen. Ja. Ik laat Jordi nog heel even een half uurtje in bed liggen. Als hij dan nog niet slaapt, dan gaat hij eruit. Maar ik ga niet bij hem liggen of zo, want ik heb daar gewoon echt geen tijd voor. Want op het moment dat ik boven ben, zul je zien, begint er hier eentje te kramen. Ja, dag, daar heb ik geen zin in. Dan stel ik Jordi ook teleur. Dus dat gaan we niet doen. Ik ga heel eventjes Temptation Island afkijken. En dan ga ik weer even verder met waar ik vandaag mee bezig ben. Jordi wil niet slapen. Dus ik had hem maar naar beneden gehaald. En nou, ik weet niet wat hij allemaal aan het doen is. Doe er nou eens niet. Ik hoef niet de vinger in mijn mond te hebben. Maar hij is wel heel moe. Alleen hij wil er niet aan toegeven. Mabel.
zit te lachen. Die meneer zit te lachen. Nou, die naardappel die heb ik nog even laten schijten. En in zijn nest weer gedouwd. Eventjes een minuutje bijgezeten en toen was Joe Nokkie. Nou, het kind kan de was doen. Dus, ja, Sam moet zo dadelijk weer de fles. En ik hoop dat Sam dan ook nog even gaat slapen en dat Liam dan nog even een uurtje duurt. Dan kan ik hier nog even opruimen. Maar ik heb zo'n flauw vermoeden dat dat weer eens niet gaat lukken. Oh, en ik moet ook nog uploaden. Dat ga ik ook daar nog even doen. Er was hier iemand goed over de zeik wakker geworden. En die is nu met speelgoed van Sam aan het spelen. Ik moet daar uitwassen, want hij had straks een beetje gespuugd. Maar ik krijg die knopjes er niet goed vanaf. Dus dat moet ik dadelijk even doen. Maar op dit moment heeft Liam er in ieder geval lol mee. Ik had het al wel met een doek afgedaan, maar dan was ik het heel eventjes gauw. En dan is het ook zo weer droog. Maar ja, hè. Dat Liam er dan maar even lol mee heeft. En doen. Van me. Ja, hallo. Dat lekker ding, 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 ding. Hier hebben we er nog een, hier hebben we er nog een, hier hebben we er nog een en daar nog steeds een. Ja, die is ook wakker. Ik denk elke keer dat daar zijn onderbroek is gescheurd, maar dat is niet. Dat is gewoon het motief. Maar dit appje is ook wakker. Ik ben mijn pilaf aan het warm maken. En straks zag ik een bericht. In ieder geval een reactie. Of ik recepten wilde geven. Maar hallo. Is het niet leuker om een keer gewoon receptenvideo's te maken? Of hoe noem je dat? Dat je... Dat ik alle Mandy een keer een paar video's, aparte video's maak van de recepten die jullie graag willen hebben. Laat weten onder in de comments welke dat zouden zijn. Zodat ik misschien een keer een video à la Mandy kan opnemen. Hoe je het maakt en wat erin moet. Misschien leuk. Laat weten. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij zijn met z'n allen beneden. Sam is de laatste die de fles krijgt. Deze heeft de fles al gehad, hè? Oh. Wat gaat mama daar doen? En daarna? Met de kappers. Met mijn champignonkapsel. Ja. Zo kan ik hem niet stil houden. Nou, wij gaan even weer met Liam aan de slag. Yes. Liam, wat ben je aan het doen? Lukt het? Kom je er niet meer uit? Of je helpen? Nee, boefje. Wat ben je aan het doen? Kindjes zijn lekker fruitje aan het eten. Ja, jij ook niet het, Sammy. Niet met je vinger in je mond. Nee. Wat nee? Je bent toch meloen aan het eten, Pipo? Pipo, de clown en mama Lou. Pipo, de clown en mama Lou. Het is meloen en peer. En ze vinden het yummy. Yummy, 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 yummy. Goed open. En ik ben naar de kapper geweest. We hebben de zijkant een beetje korter gemaakt. En de achterkant, maar dat kan ik niet zo goed laten zien, denk ik. Ik wil het lang laten groeien, dus we hebben dit nou langer gelaten. En we knippen dit voorlopig nog heel even een beetje, zeg maar, dat het
een modelletje heeft. En dan wil ik langzamer zeg maar, het lang laten groeien. En de kapster vond het ook een goed idee om het op die manier even te doen. Zodat ik niet het beu word. Als ik het nou in één keer lang laat groeien, dan heb je geen kapsel meer. Dus dat ziet er niet uit. Dus zij zegt ook van, ja, trek daar gewoon een periode vooruit. Ik zeg, ja, ik geef mezelf een jaar. Als ik het dan niks vind, ik zeg, dan knip ik het weer af. Dus, ja. We hebben het nu weer geknipt. Dus, ja. Het zit weer zoals het zit. En wij zijn onderweg naar mijn opa en oma. Naar jullie overgrootopa en oma. Ja, en dat... Ja, en daar zijn opa en oma ook. Ja. En je papa en mama. Ja. En je broertjes. En heel veel bezoek. En ooms en tantes, denk ik. Ja, oud-ooms en oud-tantes. Oh, jouw ooms en tantes. Mijn, ja, eigenlijk ook al mijn oud-ooms en oud-tantes. Oh, jouw oom en tantes komen niet. Als het goed is niet. Als het goed is, zijn we ook. Ja. Dus, maar in ieder geval, ja. We gaan naar de bejaardenshuis, denk ik. Een hele goede morgen. Lekker allemaal een flesje. Jee. En Joef heeft een bottie. Joepie de poepie. Hebben we lekker geslapen, schatjes? Mij wel toch? Ja, volgens mij ook. En wat doen we op de zondagochtend? Luister naar een huilende Sam. We hebben een lekker ontbijten, hè? Op de zondagochtend. Volgens mij slaapt hij gewoon. Hij yay! Nu lekker eten, hè? Wel, dat doen we wel. Lekker eten. Jordi ook. Jordi doet ook heel lekker eten. Nee, Barry die slaapt nog steeds. Bombalu. Doen we gewoon elke zondagochtend. Wat gaan we nou doen? Want dat vinden we leuk en belangrijk. De twee oudsten die liggen op hun nest. Ik ben met de was bezig en ik heb een hele hoop opgeruimd. Boven en Niels is bezig met de keuken. Die heeft overal. Er is iemand wakker. Dus ze slapen niet allebei meer. Oké. Niels is bezig met de keuken. Hij heeft overal van die haakjes opgezet zodat Liam niet continu mijn deurtjes losmaakt en van alles eruit pleurt. Want dat kind doet dat de hele dag door. En ik word er helemaal schijt en schijt ziek van. Vervolgens gaat Niels nou de onderkant van de keuken. Want er was een stukje uit. Omdat er iets gemaakt moest worden. En Niels heeft dat nou gedaan. Dus daar is Niels nu mee bezig.
deze kleine rat, die is aan het zeuren. En ik ga dan eventjes die andere twee ratten boven halen, zodat ze weer beneden zijn. Maar eerst gaat Niels even gauw stofzuigen, zodat dat gedaan is. En dat niet continu een kind hem zit te irriteren. Wat ga je doen? Oh oh, de boormachine. Dat is papa speelgoed. Die kennen we ook al, hè? Nee, moet je hem goed aanzetten. Je weet die. Zet hem maar aan. Krijg je hem niet meer open? Hoe kan dat nou? Dan kan hij alleen nog in de koelkast. Ja, maar dat is niet normaal. Kan je hem niet meer open krijgen? Nou, ik denk dat mama dat wel een ramp vindt als ze er alles uitjouwt. Ja. En open laat staan. Ik vind dit een grotere ramp. Liam? Nee. Een grotere ramp? Oh, die kastjes. Ja. Liam, nee. Afblijven. Nee, nee, nee. Liam, mama wil dat niet. Het is nou afgelopen met de stofzuiger. Daar kon niet zo'n ding op die je aan de binnenkant kon doen. Dus we hebben daar zo'n ding op gezet. Ja, dan krijg je niks meer open, hè? Die kreeg je ook al open. Ja. Ja. Die kan niet meer open. Ja, je vinger kun je ertussen stoppen. Ja, dat is je eigen schuld. Dan ben je niet de slimste om je vinger ertussen te steken. Ik heb pizza gemaakt. Jordi krijgt een hapje die we nog in de vriezer hadden staan. Liam die doet mee pizza eten, want dat vindt hij lekker. Met heel veel groentjes erop, hè? Ja. En volgens mij heeft mama stiekem de regendans gedaan. Zo. Dat is Formule 1 nog niet doorgaat. Nee joh, dat heb ik niet gedaan. Maar ja, voor Sam heb ik hier ook al staan. Dit zijn snijbonen en ei. Maar die is nog even aan het wakker worden. Maar we gaan eerst even zelf eten. En dan, ook je recht. Ja. Is het dan weer tijd om bijna naar bed te gaan, hè jongens? En ik ben ondertussen de was nog aan het doen. En dit is de pizza. Wat zou ik jullie ons willen zeggen? Waarom zit je daarin? Wat is daar goed voor? Nee, je moet daar niet in gaan. Dat is voor Simmetje. Handjes. Andere handje. Daar moet je niet in gaan. Nee, 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 nee. Ga je papa het flesje geven? Dankjewel. Zoals jullie zagen was Niels aan het dweilen. Ik had gestofzuigd. Nou, ze is weer aan kant en we zijn nog een keer op tijd klaar. Ja. En ik ga nu eventjes editen. En bij deze gaan we ook deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.